Hallo, ik heb zojuist deze afbeelding geüpload naar Wikimedia Commons en ik wil hem nu graag toevoegen aan een artikel op Wikipedia. Ik klik hiervoor op bewerken. Met bewerken is het bewerken van een Wikipedia-artikel vrij simpel, althans zonder speciale codes. Ik kan hiervoor ook makkelijk dingen toevoegen zoals tabellen. En in dit geval ook media. Als ik klik op invoegen, afbeeldingen en media, selecteert hij automatisch of geeft hij automatisch weer mijn recente uploads. Wil ik wat anders zoeken, kan dat natuurlijk ook. Dan typ je de naam in een zoekbalk. In dit geval ga ik voor de draaimolen op de markt en zeg ik deze afbeelding gebruiken. De bijschrift is een draaimolen. Anno 2021. Alternatieve tekst is een beschrijving van een afbeelding voor mensen met visuele problemen. En mag je dus wat meer beschrijven te werk gaan. Alternatieve tekst in dit geval is een veelkleurige draaimolen voor kinderen. Daarna hoef ik alleen nog maar te klikken op wijzigingen publiceren. Ik geef een kleine bewerkingssamenvatting mee. En de afbeelding staat bij het artikel.